denk dat het niet. Dat is goed. Ik denk dat we maar gewoon even moeten gaan openen. Het is geweldig natuurlijk deze opkomst. Fantastisch. Want daar doen we het eigenlijk voor. Dat zoveel mogelijk mensen in Nijkerk een omgevende kunst zien. Niet velen. Ik denk van niemand hier. Is het ontgaan dat Nijkerk haar 600 jaar stadsrechten viert. Ook zal er nauwelijks iemand onder ons gevonden kunnen worden die niet weet dat zeer binnenkort de Nijkerkse prentenatlas uitkomt. Wel nu, deze beide feestelijkheden zijn voor Jannie van Steeg aanleiding geworden om in haar galerie Paulus een speciale expositie te organiseren. En zij heeft deze Ode aan Nijkerk genoemd. Kunstenaars die of in Nijkerk wonen of er zijn geboren, zijn door haar voor deze ode benaderd en uitgenodigd van hun werk te exposeren. De nadruk hierbij ligt op werken die saillante gebouwen en eeuwenoude landschappen van Nijkerk verbeelden. Geladeerd met kunstwerken die zijn geïnspireerd op de menselijke emoties. Emoties die alle tijden door herkenbaar blijven en dus van alle tijden zijn. Als een prelude op de volgende expositie in mei en de komende uitgifte van de Nijkerkse Prentenatlas, om precies te zijn volgende week zaterdag, wordt er in deze expositie een aantal van die werken getoond die in de Prentenatlas staan afgebeeld. En heren, dit is slechts een korte impressie. U mag zelf en u kunt zelf bij het rondzien en bewonderen van de werken de individuele koorleden hun bijzondere klankwaardewaarden zelf toedichten. Samen vormen ze een koor en vertolken een melodie die nog ongehoord is. Dat wil zeggen, nog nooit ten gehoor is gebracht. Want kunst is, zoals u alle weet, de allerindividueelste impressie van de allerindividueelste emotie. Dan verklaar ik hierbij deze expositie voor geopend. APPLAUS.